Je kan je rol onderscheiden in een, in een paar hele belangrijke dingen. Het eerste is, het is heel anders dan bij Philips. Dan draai je dus fabrieken, je maakt apparaten. En, hè, en die moeten dan verkocht worden enzovoort. Bij Shell is het grote probleem dat een gemiddeld olieveld of gasveld... is na zeven of acht jaar leeg. Het is dus niet zoals Groningen ja. in Nederland. Maar heel veel van die velden zijn snel op. Dus je moet alsmaar onderhandelen... Om weer nieuwe mogelijkheden te krijgen. Dus in tegenstelling tot een Philips-CEO, een Shell-CEO zit veel meer zelf in onderhandelingen. Mm -hmm. Want een staatshoofd in, in het Midden-Oosten of in een ander land of in China, daar gaan de finale besprekingen gaan ze niet doen met een nummer 6. Dan willen ze ja. gewoon de baas zien.